Winkeleigenaren in de binnenstad besloten uit voorzorgen om vandaag hun winkeldeuren gesloten te houden. Het besluit volgde naar aanleiding van de aangekondigde veiligheidsmaatregelen in verband met de 8 december strafzaak die vanmorgen voortgang vond bij Lucky Store. Bij Lucky Store spraken wij met directeur Konrad Issa, die zei dat er individueel is besloten om normaal open te blijven. Tot op het moment van het interview had de winkel geen enkele vorm van calamiteit. We hebben dus met de grotere zaken in de binnenstad hebben we vanaf eigenlijk maandag afgestemd, van vrijdag eigenlijk. En we zijn dus tot de conclusie gekomen dat we normaal open gaan. Maar natuurlijk met wat additionele voorzorgsmaatregelen. Het bleef vandaag rustig in de binnenstad.